Op zaterdag 21 april vierde de hellevoetse afdeling van EHBO District Zuid-Holland hun 75-jarig bestaan door in het droogdok Jan Blanke EHBO-wedstrijden te houden. So what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Kijk om je heen. Dit is het werk van een EHBO'er. In het echt zal je het nooit allemaal tegelijk tegenkomen. Maar het zou wel kunnen gebeuren. In de vesting, drank, ruzies, noem maar op. De Hellevoetsluis is één EHBO-vereniging. Die valt in kring Voorne-Putten-Rozenburg. Kring Voorne-Putten-Rozenburg is weer onderdeel van Zuid-Holland. Dit zijn ook de EHBO-wedstrijden van Zuid-Holland. De winnaar van Zuid-Holland gaat begin mei naar Assen voor de landelijke EHBO-wedstrijden. Dus ja, daar hangt wel wat achter. En dan moeten we dadelijk misschien met de Hellevoetsluis wel naar Assen toe. Ik kijk niet 100% van begin tot eind. Maar ik zie hele goede dingen en dingen die iets anders kunnen. Maar het probleem is, nu moeten ze handelen volgens de regels van het Oranje Kruis. Wat in het 26e druk staat. Kijk, in het echt heb je niet altijd die tas om je nek hangen. Dan doe je het misschien met een papieren zakdoekje of een theedoek en dan is het anders. Maar nu moeten ze zich even aan die regels houden. Het is voor sommigen een beetje moeilijk. Lotus, dat houdt in dat het is de landelijke opleiding tot uitbreiding van slachtoffer. Dus die doet een slachtoffer na. Allerlei soorten dingen beelden ze uit. Het is uiteindelijk, als Lotus ben je toneelspeler. Het wordt ook steeds moeilijker, want de Lotussen die worden ook steeds ouder. We hebben ook weinig aanwas van onderuit. Ja, wat jonger. En weet je wat met de jongeren heb? De jongeren die hebben meestal nog een baan. Dus die kennen overdag niet. Dus wat heb je overdag? Ja, meestal mensen die met pensioen zijn en het leuk vinden om het te doen. Ja, ja, dan mag nieuw land naar voren komen. De eerste plaats. Veel plezier. Ja.